Veel mensen denken altijd dat Italianen altijd maar verse tomaten in hun saus gebruiken. Maar niks is minder waar. De hele kast staat daar vol met van die blikken gepelde tomaten. En die heb je natuurlijk in allerlei varianten en kwaliteiten. En daar maken ze eigenlijk hun pastasaus mee. Maar we gingen voor de snelle variant. En ik wil natuurlijk dat dit zo snel mogelijk meegaat. En een van de tips die ik geleerd heb van een bevriende kok is door met een schaar in het blik te gaan en de tomaten eigenlijk een beetje kapot te knippen, zodat ze in kleine stukjes in de saus gaan en ze gewoon sneller een mooi geheel vormen, dus een mooie gebonden saus. Natuurlijk wel even zorgen dat je schaar schoon is. Was hem anders eventjes af als dat nodig is. Deze kan bij de afwas. En dan gaan de lekkere blikken tomaat. Hoppa.